Dat ga je nu zien, inderdaad. Voor Sanne is dit, ja, dan hoort ze ook een beetje bij. Hallo Sanne! Dus ze gaat het in het bordje in de grond doen. Zo kan het nooit een boom worden. Dus dit is echt wel land. Bandland. Mooi, lieve Sanne. Nou, dit is mijn project. Ik zal nog even hier langs lopen. Ja, een beetje een mooie overzicht. Maar we hebben gelukkig dit allemaal ook al wel aan je laten zien. Grotendeels. Dit terrarium heb ik gevonden langs de kant van de weg. Dus daar moet ik nog wat leven. Er zijn bijvoorbeeld ook nog heel leuke tasjes. Met een labeltje eraan. Oh ja, en we hebben nog een gast van vorig jaar. Eden staat er ook, is er ook nog even bij gezet. Ja, die is nog niet klaar. Dit is eigenlijk, wij noemen hem ook een beetje Ivan 2. Ja. Hey, wat is dit voor mooi wandje? De anti-computercampagne voor mensen die alleen nog maar achter de computer zitten. Maar eigenlijk is het een grote grap. Hey Sans, nou echt jammer dat je morgen niet met Lilian en mij elkaar kan versterken. Ja, hopelijk ben je gewoon snel beter en gaan we van de zomer nog veel leuke dingen doen. Hoi Sanne. Zit op mijn voetje. Uit het muurtje. En die Lennart heeft gewoon twee muren. Even buurten bij Ingrid. Yes. Wat ben je aan het maken, Ingrid? Een muurschildering. Flink, hè? Ik ben 4 dagen mee bezig. En nou, nog 4 uur om af te rijden. Oh, god. Eigenlijk is Ingrid heel erg gestrest, dan kan ik hem helemaal niet storen. Dus ik ga wel even filmen wat hij heeft gemaakt. Hallo Sanne. Ja, ik hoop dat ik je binnenkort weer zie. En dat is mijn apparaatmachine. Dat doe ik altijd. Dus ik kan alleen thuis komen. Ja, ik denk dat het wel. Hey Sanne. Nou, je herkent mij wel. Ik ben heel druk. Ja, niet zo druk als jouw mede-collega's. Maar we zijn druk bezig met de opbouw. En het, heel veel warme groeten vanuit hier. En er wordt veel aan je gedacht. En heel veel sterkte. En ja, volgend jaar sta jij hier op prime time. We hebben net een revolutionaire stap gezet. In Laila's machine. Namelijk, Laila, laat het zelf maar zien. Ik heb een fietslampje ingezet. Nee, hou op. Ik kik in de stressje. Ja, jou in de stress. Ik moet nog 25 boekjes binnen. Ach, stel, ja, je hebt toch tot 10 uur vanavond. Ja, en ik moet nog snijden. Ik denk eens tot 5 uur. Lijna, zei Barney tegen jou. Oh, ik wist niet dat je zo creatief was. Nee, wat? Technisch, zei hij. Nou, er worden didgeridoo's van. En Sanne, jammer dat je er niet kan zijn, maar volgend jaar is het jouw beurt. Dan komen we voor jou net zo'n mooie grijs wandje maken als deze. Na al dat wat jij helemaal hebt gedaan dit jaar, is dat afstuderen waarschijnlijk ook eitje. Ja. Ik ga nu even heel kort mijn eindresultaat laten zien, ook heb je het natuurlijk wel eens gezien. Maar ook al zijn we nog een beetje aan het opbouwen, dit is mijn wandje. En nu is het nog een super troep, maar morgen is het opgeruimd. En dus laten we je dat ook nog wel zien. Hey! Hi! Ik ben een bezemjongen. Vandaag. Ik sta de bal naar het schap maken. Sterkte, beterschap. Ja, beterschap. En ja, ik hoop dat jullie allemaal eens komen. Ja. Birds suddenly appear. Bijna klaar. Het is nu de dag van de oefening. Dus iedereen hangt er nu inmiddels mooi netjes bij. Dus ik ga er even allemaal aan je laten zien.